Ik was laatst op een feestje toen iemand aan mij vroeg: Ruud, jij hebt altijd van die prachtige verhalen over je ervaringen in Frankrijk. Waarom overkomt mij dat niet? Het was iemand waarvan ik wist dat hij een paar keer per jaar met de auto naar Zuid-Frankrijk reed. Zo snel mogelijk over de autoroute en altijd naar dezelfde plaats. Ik antwoordde hem: maar Johan, dat kun jij ook hoor. Je moet het alleen wel zelf opzoeken. Ga eens op avontuur naar een andere plek en reis bijvoorbeeld over de binnenwegen. Of stop eens bij een wijnboer, ga eens eten bij een lokaal restaurant en spreek gewoon eens iemand in je gebrekkige Frans aan. Zo begon het ooit bij mij ook en je krijgt er ontzettend veel voor terug, was mijn antwoord. En mijn concept Frankrijk Binnendoor kan ook jou helpen om het andere Frankrijk te ontdekken. Met al mijn tips, reisverhalen, e-books en handige podcasts en zelfs met persoonlijk antwoord op je vragen. Je krijgt een heel andere beleving van je vakantie in Frankrijk, waar je ook nog eens veel langer van zult nagenieten. Oh ja, en als je in plaats van over de binnendoorwegen met 130 km per uur over de Franse autoroute jakkert, gebruik je minimaal 40% meer brandstof, is de benzine duurder en ben je een hoop geld aan tol kwijt. En als je premium lid wordt van Frankrijk Binnendoor, dan help ik je om je vakantie nog leuker te maken en je bespaartips te geven waarmee je je lidmaatschap vanzelf weer kunt terugverdienen.